Als ik na een optreden, als ik klaar ben, dan rijd ik eigenlijk altijd naar huis. En onderweg dan stop ik altijd een keertje bij een benzinestation. Een koffietje drinken, even uitrusten, benen strekken. En heel vaak dan ga ik zo naar binnen en is het al laat. En is er verder niemand. Ik en alleen die man achter dat gepantserd glas. Vaak net als ik ook iemand, ergens in de 40. Ik ben net klaar met werken, hij is nog bezig. En heel soms lukt het me dan om zo het magische van dat moment te zien. Om het bizarre toeval te zien van alles. Dat er 65 miljoen jaar geleden een asteroïde op aarde is gevallen die zo groot was. Die zoveel stof deed opwaaien dat de zon verduisterde. En dat de temperatuur kelderde. En alle dieren boven de 22 kilogram uitstierven. En omdat die bal viel, zijn wij er. Want omdat de dinosaurus uitstierf, kreeg het zoogdier een kans. En die kans die hebben wij gegrepen. Want daar staan we, hij en ik, op dat benzinestation. En ik heb een koffie en een gevulde koek en ik loop naar hem toe. En ik voel de potentie van een ontmoeting. En niks groots, gewoon. Even iets over een voetbaluitslag, het weer. En ik wil een aanzetje maken om te zeggen van, hey, hoe is het, man? Maar hij is me voor. En hij zegt, mag ik u attenderen op de toonbankaanbieding van vandaag? En ik ben niet kwaad op hem, echt niet. Hij kan er niks aan doen. Voor hem is het allerrotst. Maar ik vraag me af, wat doet dat met ons? Dat elke keer als er een menselijk contact mogelijk zou zijn, dat er een verkoopstrategie op je wordt toegepast. Zou dat de reden kunnen zijn waarom mensen zo kwaad worden als ons Sinterklaasfeest dreigt te worden afgepakt? Omdat dat nog wel iets is wat ons verbindt. Is dat de reden waarom mensen zo'n behoefte hebben aan een sterke leider? In de hoop dat dat iemand is die maakt dat we ons verbonden voelen. Eén ding weet ik zeker, maar Mark Rutte zal die man niet zijn. Nee, die gaat terugkijken op de crisis als een periode waarin mensen te weinig spullen kochten. En iedereen vindt het blijkbaar prima. Toen hij die speech heeft gehouden, waarin hij vertelde dat hij geen visie had, toen was het commentaar daarna voornamelijk dat het zo knap was dat hij al die tekst helemaal uit zijn hoofd had geleerd. Dat is voor die man een peulenschel. Die heeft een geheugen als een olifant die het zicht belemmert. Ja, maar dat zijn blijkbaar de kwaliteitscriteria hier, nu. Ja, bij de eerste troonrede van Willem-Alexander, toen was het commentaar dat mensen zeiden dat het zo knap was, dat hij zijn vingers zo tussen de blaadjes had, dat als hij aan het eind van de bladzijde was, hij zonder te haperen door kon lezen op de volgende bladzijde. Nou, knap zeg! En de hele tijd zijn plas opgehouden. Kom op, zo beoordeel je toch geen koning. Dat was ook bij zijn inhuldiging. Bij zijn inhuldiging, toen stond er in alle kranten de volgende dag, ja, Willem-Alexander heeft het foutloos gedaan. Foutloos? Foutloos? Die man moest op een balkon staan en zwaaien. Wat had hij fout kunnen doen? Dat hij vanuit het niets opeens zijn broek omlaag had getrokken, in zijn hand had gekakt en dat over zijn onderdaan had uitgemaakt. Wat had hij fout kunnen doen? Dat hij plotseling Amalia een hengst voor de kop had gegeven. Heer Pet! Dit jaar was een hoogleraar, die had lesgegeven. Die had lesgegeven aan Willem-Alexander. En die zei over hem, sorry. Die zei over Willem-Alexander, die zei, ja, Willem-Alexander, het is geen intellectueel, maar hij is wel intelligent. En dan dacht ik, wow, het is duidelijk dat het een eufemisme is, maar wat probeert hij ons duidelijk te maken? In mijn oren klinkt het een beetje als, ja, Willem-Alexander, het is geen Mongool, maar hij is wel geestelijk beperkt. En naar aanleiding daarvan dacht ik van, ja. Ja, dacht ik, dat is precies wat wij nodig hebben. Dat zou iets zijn
wat ons daadwerkelijk zou verbinden. Stel je voor dat wij een koning zouden hebben met het syndroom van Down. Willempie. Hij is een beetje zo'n schuchtere, mollige, iets wat verlegen, lieve Mongool. Maar van dat, ja, dat haar kan gewoon hetzelfde blijven. En weet je, Willempie. Willem, tuurlijk. Willempie zou ook stomme dingen doen. Maar leuke stomme dingen. En niet met jetset, bankiersvriendjes, allemaal bungalows bouwen in landen waar mensen niks te vreten hebben. Nee, leuke stomme dingen. De gouden koets jatten, hem verpatsen en er alleen maar snoep van kopen. En Willempie die zou op staatsbezoek gaan in Rusland bij Poetin. En Willempie zou die Poetin zo'n hartverwarmend natte pakket op zijn mond geven. Dat die kille Poetin in één keer smelt en denkt, wat zit ik eigenlijk moeilijk over te doen met die homo's? Weet je, en Willempie die zou ons de dingen leren die ons in al onze ijver ontglipt zijn. Ja, dat de dingen waar het echt om gaat niet te vatten zijn in cijfertjes, percentages en staafdiagram. Willempie die zou ons tonen dat waar wij behoefte aan hebben helemaal geen sterke leider is, maar een zachte leider. Willempie die zou ervoor zorgen dat we veel meer weer om ons heen kijken naar al het moois wat er ook is. En hij zou ervoor zorgen dat er alleen nog maar tassen waren met zo'n diagonaal hengst. En één keer per jaar zou hij een toespraak houden. Niks uit zijn hoofd geleerd, niet door iemand anders geschreven. Nee, gewoon recht uit zijn hart. Landgenoten. Ik vind jullie lief.